Goedendag allemaal, ik ben Luc van Aert, 25 jaar oud. En samen met mijn ouders heb ik in een Brabantse Deurne een gemengd bedrijf met zowel melkvee als een varkenshouderij. In deze video vertel ik jullie graag meer over waarom wij een hoge vet- en eiwitproductie belangrijk vinden en hoe wij erop proberen te sturen om dit te bereiken. Ik zit samen met mijn ouders in een VOF en hiernaast werk ik als ZZP'er nog bij een aantal collega-bedrijven in de omgeving. We hebben op bedrijf een 2200 vleesvarkens, 80 melkkoeien, ongeveer 50 stuks jongvee en 21 hectare grond in eigendom, waardoor we behoorlijk intensief zijn. Wij kiezen ervoor om onze melkkoeien het hele jaar door op stal te houden en wel doen wij aan deelweidegang met het jongvee en de droogstaande koeien. Het rollend jaargemiddelde van de koeien zit op het moment op een 10.500 kg melk met 4,52 vet en 3,77 eiwit. Mijn vader was van vroeger uit altijd al bezig om de vet- en eiwitproductie van de koeien te verhogen en hier gaan we ook zeker mee door. Dit is simpelweg binnen de grenzen van de fosfaatrechten de beste manier om je inkomsten te verhogen. We willen de komende jaren nog wel onze volledige stalcapaciteit van 90 koeien gaan benutten, maar vinden het hierbij erg belangrijk dat de technische resultaten met vooral dan de productie gewoon in stand gehouden wordt. Het begint allemaal met de fokkerij. Na elke indexdraai kijken wij eerst naar welke stier het hoogst scoren op de gehalte is. Onze koeien vererven een gemiddeld vetpercentage van plus 0,9 en een gemiddeld eiwitpercentage van plus 11. Daardoor weten we gewoon dat de potentie er is om gewoon hoger gehalte te geven in de melk. Veel aandacht voor de droogstaande koeien is een tweede belangrijke factor. We zien altijd de koeien die het in droogstand heel goed gedaan hebben, die gaan gewoon makkelijker opstarten en zo ook in de lactatie makkelijk veel melk geven. We voeren de droogstaande koeien gehakseld stro bij om zo te zorgen dat ze makkelijk veel voer op kunnen nemen. Het is gewoon belangrijk dat de pens heel goed gevuld is, voeropname heel hoog is. Vanaf 3 weken voor het afkalven krijgen ze dagelijks 2 kg calciumbrok bij als transitiekalven. We proberen de koeien ook echt op tijd droog te zetten. We proberen daardoor 42 dagen minimaal aan te houden. Ik denk dat het echt nodig is. En als je een tekort droogstand hebt, je echt liters gaat missen in de volgende lactatie. Ook het ruwvoer speelt een belangrijke rol in de vet- en eiwitproductie. We zijn de afgelopen jaren het gras steeds jonger gaan maaien. Na de eerste snede proberen we elke 4 à 5 weken ons gras te maaien. Waardoor we gewoon mals gras in de kuil krijgen, minder grote verschillen in de structuur en daardoor ook een constante rantsoen kunnen maken, omdat we gewoon de graskuilen meer op elkaar lijken. Om broei tegen te gaan en de conservering te versnellen gebruiken we sinds een aantal jaar silosolf bij het inkuilen van het gras. Hierdoor merken we gewoon dat we minder snel broei in de kuil hebben en dat we dan met name in de zomer minder snel een broeiremmer als Selco TMR toe te hoeven te voegen in de mengwagen en dat we je langer toe kunnen met 1 keer daags voeren in plaats van 2 keer. Dit geldt dan vooral voor de zomer. Het grootste deel van het rantsoen bestaat uit mais. Wij telen 4 à 5 hectare mais zelf en de rest kopen we aan in onze directe omgeving. Het koolvaandeel van de mais is natuurlijk erg belangrijk, al denk ik dat we meer kunnen bereiken met de focus op de verteerbaarheid van de plant van de mais. Dat we daar de komende jaren toch nog wel veel kunnen halen en dat we er eigenlijk altijd te weinig aandacht aan besteed hebben. De rest van het basisrantsoen bestaat uit een eiwitrijke meel en een energierijk meel. Dit doen we bewust omdat we op die manier snel kunnen sturen op basis van ureum en het bevalt ons heel erg goed. Onze melkveespecialist Guido Derks helpt ons om de rantsoenen in balans te houden. Hij komt zo snel mogelijk na elke MPR langs op ons bedrijf. Dan maken we een rondje langs de kuilen en tussen de koeien. Kijken we heel goed naar de vertering van de mest. We bespreken ook de MPR en door middel met het van het programma Melkefficiënt geeft hij ons altijd een goed beeld van wat er op ons bedrijf speelt qua voerkosten, opbrengsten en dus ook het voersaldo. Luc en zijn ouders zijn zeer gedreven ondernemers. In principe is alles bespreekbaar.
Dus als je ideeën hebt, mag je ze hier altijd op tafel leggen. En zelf beslissen ze wel wat ze er mee willen doen. Bijvoorbeeld broeiende kuil is een probleem geweest. Door het toepassen van silosolf zien we daar veel minder problemen mee. En zeker in de zomermaanden een veel hogere voeropname. Nou, dat was eigenlijk ook het feit bij de droge koeien. Daar zat altijd weidehooi in het rantsoen. Dat hebben we omgezet naar gehakseld stro. En eigenlijk sinds die tijd zien we daar ook een hogere voeropname en minder problemen rondom afkalven.